Dag reviewvrienden, hoe is het daar? Hier gaat het eigenlijk wel weer goed hoor. Zeg, wat zou er toch onder de doosje zitten? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we even kijken, want waarom niet? We zijn er nu toch? Ach nee. Als ik in de afgelopen pak een beetje Tante Greet 83 reviews wel iets duidelijk heb gemaakt, is het wel dat ik een ongelooflijke grafhekel heb aan energy drink. En blijkbaar vindt ons Achmedje het heel erg grappig om mij die te geven. Maar ik heb altijd gezegd, weet je wat ik echt goor vind? Red Bull. En wat krijg ik? 4 blikjes Red Bull. De gewone Red Bull. Red Bull. Watermeloensmaak. Red Bull. Tropische smaak. En dan natuurlijk de blauwe edition. De bosbessensmaak. Ik kan nu al zeggen dat ik alles goor vind. Alles. En de grote grap is, als ik er natuurlijk straks 4 heb geproefd, stuiter ik de rest van de dag hier door de tent heen. Ha ha, hi hi hi, hoe hoe hoe. Wat hebben we een lol. Maar goed, dit is natuurlijk de authentieke. Hier zie je al de pubers mee rondlopen. Met hun moeie hoofden, terwijl ze Delta Energy drinken. En dit zal dan wel weer iets leuks zijn van de marketingafdeling. Laten we ook een smaakje erin doen. Laten we gaan inschenken. Ik neem aan dat de kleuren die op het blikje staan ook de kleuren van het drankje heeft. Nou, bijna wel, want dat is paars en dit is blauw. Maar dat is altijd de verwarring tussen bosbessen blauw en bosbessen uiteindelijk paars. Maar goed, dan is dit geel. Dat kunnen we wel stellen. Er hangt hier nu al een loft in dit huis. Echt, het behang dondert bijna van de muur af. Het glazuur van mijn tanden. De coating van mijn bril. Het is ongelooflijk. Bij de DSM-fabriek zouden ze zeggen, volgens mij is er een lek ergens. Hier een rode. Ja hoor. Hartstikke leuk. En eigenlijk weet ik helemaal niet wat de echte smaak is van de echte... Of de echte smaak. De echte smaak weet ik wel. Dus de kauwgomballen, niet de... Maar ik bedoel, de echte kleur van gewone Red Bull, want ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat nog nooit gezien. Ah, urine. Nou, dat klopt wel een beetje met de smaak. Ik denk, om het eerlijker te maken, moet ik beginnen met de gewone. En dan werk ik de kleurtjes af. De geur van de gewone hangt nu al in mijn neus. Die verschrikkelijke kauwgomballen smaak. Ik begrijp niet waarom mensen dit zo lekker vinden. Lagaim. Ja, ik vind het gewoon ronduit smerig. Het is bitter. Eigenlijk smaakt het heel smerig. Er zit prik in. En die kauwgomballen loeft. Ik begrijp niet waarom je dit voor je plezier drinkt. Even een verhaal uit de oude doos. Ik speelde vroeger hockey. Ja, hier zit gewoon een oude dikke kakker. En een maatje van mij, het hockeyteam, die haalde dan wel eens echte Red Bull uit Oostenrijk. Dat is niet meer deze bende die je nu kan kopen. Maar die was, geloof ik, 8 keer sterker dan deze. Als je daar een slokje van nam, dan kon je echt de hele wedstrijd rennen. Heerlijk. En hiervan kan je gewoon iets sneller naar de tandarts. De gewone Red Bull was geen succes, maar dat zagen we allemaal wel aankomen. We gaan even naar de rode Red Bull. Wat zit er ook weer in? Oh ja, watermeloensmaak. Hoe verzin je het? Ruikt naar de chemische watermeloen. Smaakt naar chemische watermeloen. En ergens proef je ook weer die bittere kauwgomballensmaak. Edoch is die al lekkerder dan die. Dit is eigenlijk gewoon vergif. En dit is aangemaakt vergif met watermeloensmaak. Maar wel beter te hakkelen dan die hoor. Nu ik zelf ook vaak tropische verrassing word genoemd, moet ik eerlijk zeggen dat ik vaak, als het om die smaakjes gaat, kies voor de tropische. Omdat dat, weet je wat het is? Tropisch. God mag weten wat het is. Je weet niet wat voor zogenaamd fruitsmaakjes ze er willen nabootsen. Dus je vindt het al gauw goed. Kijk, met watermeloen of met bosbessen moet het toch echt naar smaken. Tropisch, ja, wat is tropisch? Ja, zoet. Dus het gaat-ie.
Verschrikkelijk. Het smaakt naar oude ananas. Passievrucht. Ook zo'n totaal overgewaardeerd ding. Had je op een gegeven moment dat ze dat in restaurants dan zo'n halve passievrucht naast je eten neerlegde. Dat was dan leuk en dat zag er dan leuk uit. En dan met je stomme hoofd dacht je van, nou, ik heb best lekker gegeten. Want dan lebber ik die halve passievrucht nog wel even uit. En dan had je toch die zure, smerige pitjes in je bakkers, jongen. Het hele diner proef je helemaal niks meer van. De rest van de avond maagzuur. Enfin, de tropische smaak smaakt gewoon vies. Ook niet lekker. Ja. Het zou toch wat zijn als ik op een gegeven moment alleen de watermeloen lekker vind. Zeg, keurig, nonen. Nou, dat gaat dus niet gebeuren. Want de Bosbessen Energy van Red Bull, die smaakt gewoon wel lekker. Een beetje, zal ik wel zeggen, kassis die een beetje over zijn houdbaarheidsdatum heen is gegaan. En is wat gaan gisten en gaan fermenteren. Dan kom je hier aan terecht. Ik ben zo vol van energie. Na 4 heerlijke energiedrinks. Oh, ik ben zo vol van energie. Is niet zo. Ik heb alleen last van mijn maagje. Dat is eigenlijk alles. Deze kon bij mij niet verder dan een 3. En ik weet dat ik nu allemaal schurfterige puberkopjes tegen de enkelschop. Die zeggen van, nou Jan, belachelijk. Ik drink het elke dag. Ik leef erbij. Dat kan. Dat mag. Iedereen mag doen en laten wat hij wil. Alleen dit, dames en heren, jongens en meisjes, is vernietigend voor het lijf. Dit maakt alles kapot wat je lief is. Want het is ook gewoon heel vies. De watermeloen, ja, ik ga het wel even op smaak. Dan komt de tropische. De tropische, normaal is tropisch altijd wel lekker. Maar dit is gewoon, ja, dit is dus Red Bull. Dat denk je al van een beetje bittere meuk. En daar hebben ze dan van die hele zure tropische vruchten bij gemieterd. Leuk gedaan, niet gelukt. Deze die krijgt van mij een 4. Een 5 krijgt de watermeloen Red Bull. Die is chemisch niet te doen, werkelijk. Maar door die enorme watermeloensmaak haalt hij bijna die kauwgomballen, bittere butlucht van de gewone Red Bull eraf. Dus eigenlijk is dit gewoon hele vieze watermeloenlimonade geworden. Maar daardoor is het nog steeds minder vies dan die. De winnaar is dus de Bosbessen Red Bull. Want eigenlijk vind ik die niet zo heel erg vies. Nee, die vind ik eigenlijk best wel lekker. En hier ruik ik ook niet heel erg dat Red Bull-erige gedoe. Deze krijgt van mij gewoon een voldoende. Die krijgt van mij een 6. Dit gezegd hebbende, Ahmed. Ik begrijp niet dat jij mij Red Bull opstuurt. Want je weet dat ik het haat. En ik zou tegen iedereen willen zeggen, drink niet te veel. Want ik geloof niet dat het goed is voor je tandjes. Ik heb nou niet het gevoel dat ik op dit moment vleugels heb. Ik heb eerder het gevoel dat ik elk moment kan neerstorten.